Maas bij Balgooi is donderdagochtend een lichaam aangetroffen. Een schipper van een vrachtschip zag het stoffelijk overschot drijven en waarschuwde daarop de politie. Die was al een aantal dagen op zoek naar een man die eerder deze week mogelijk in de Maas terechtkwam. Het is niet duidelijk of het lichaam dat is aangetroffen ook van de vermiste man is. Het lichaam is naar de kant gebracht en meegenomen voor forensisch onderzoek. De seniorenvereniging van Dukenburg viert deze donderdag haar 50-jarig bestaan. Dat werd feestelijk gevierd met in de ochtend een mis en daarna een gezamenlijke lunch. In de middag trad theatergroep Mooi Gas op met de voorstelling Aan de Keukentafel.